De nieuwe shirts van Knolpauw zijn er in verschillende kleuren, verschillende maten. En ze zijn super dope, super fresh en speciaal voor jou gemaakt. Knolpauw! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. Ik ben een beetje omcirkeld door dozen hier. Daar moet maar eens een keertje verandering in komen. Maar eerst ga ik mijn dag beginnen. Jullie kunnen wel zien dat ik net wakker ben. Met een heerlijke beschuit en twee rijstwafels. Thijs heeft precies hetzelfde. Goedemorgen, jongen. Goedemorgen. En Thijs is hier blijven pitten. We zijn even aan het chillen. Maar het belangrijkste, we gaan straks lekker sporten. Yeah. Wat krijgen we nou dan? Hoe laat ben je? Word ik nu al onder schot gehouden? Hoe laat ben je? Wat is dit? Hé joh! Wat ga je schieten, joh gek? Oh, dit had je niet moeten doen, hè? Dit had je niet moeten doen, want wat ik de volgende keer ga meenemen... Oh, daar word je niet vrolijk van dan. Goedemorgen Thijs. Hey, alles goed Thijs? Thijs, lekker. Ja, alles kom, lekker. Kom even trainen Thijs, kom. Hey. Houdoe, hè? Hey, later. Kom maar door, wat gaan we doen? Ga 21. We gaan zo meteen met dumbbells. 7 keer kort slagen maken. Helemaal lang tot 90 graden. Daarna gaan we 7 keer helemaal omhoog en naar beneden. Dus tot 90 graden. En daarna gaan we 7 keer helemaal door. Helemaal naar beneden en omhoog. Yes, 3 keer 7 is? 21. 7 keer kort. Korte tikjes. We gaan een heel mooi synchroon, jongens. Oh nee. Goed. Aanvast. Goed. Brandt al een beetje? Zo. Lekker. Het mooie is, en geef rust, en dan gaan we 15. 15, hè? 15, hè? Ken je dat niet? Nee, 3 keer 5. 3 keer 5? Ja, ja. Ah. Scherper dan dat ik scherp. Oké, pak hem weer op. Let's go. Nu alweer? Zeker. Ik denk, we kunnen nog even gezellig kletsen. Nee, dat doe ik niet aan. Ik stotter, hè, dus dat praten, dat wordt er niet van. Je bovenlichaam mooi stil en echt uit je onderarmen halen. Yes. Goed. We gaan 12. We gaan 3 keer 4 doen. Ja. Huh? Hey, dat weet je wel. Lekker hoor. 3, 2, 1, let's go. Laatste stukje. Hey, wat rijmt er trouwens op 11, Pim? Geen idee. Je weet het zelf. 11, je weet het zelf. Zij is ook lekker bezig. Heeft een mooi shirt aan en zo. Gaaf, hè? Gaaf shirt, man. Weet je wat je niet haalt? Nee, vertel eens. Dat je het ondertussen nog steeds niet weet. Nee. Mensen, dat is knolpower.nl. Voor die extra power. En je kan heel goed zien met het shirtje. Of je een beetje je best doet of niet. Je staat te lang stil, Thijs. Kom op, werken. Je staat te lang stil. Kom op, Thijsie. Kom op, Thijs. Dat was een strafpunt. Dit ook. Kom op, Thijs. Afkoeling, afkoeling! En jij ook, Pim. Aan het werk jij. A few moments later. 12 keer, vriend. En of je er 12 gaat doen. Hé. Hey. Kom maar. Echt een moksel! Hup. Hydratatie tijdens het trainen. Heel belangrijk, jongens. Heel belangrijk. Ik zou even doorlopen, vrienden, als ik jou was. Ik weet niet. Ik zou gewoon doorlopen. Je wilt echt niet weten wat ik de volgende keer hier kom. Wat? Mooi als elke keer dat je ook zo open gaat, maar zo mooi zo'n spijtje eronder doen. Heel zo. 1, 2. Huts. Hydrateren tijdens het trainen, jongens. Hydrateren tijdens het trainen. Lekker, lekker, lekker. Wat gaan we doen? En zo gaat de grote band flippen? Nee, niet meer met de band. Zeker, zeker Pim. Met die band. Thijs, heb je ooit banden geflipt? Ja, dat doe ik zo vaak, dus. Uitje. dit gaat zo zwaar zijn, hè. Oh, dit doe kijk ik echt tegen. Uit je benen, rechte rug, tot zijn houding. Pak je naar boven toe. Op je knieën eruit je rusten. En die vandaan. Die van jou. Yes. Ja. Gaan we doen. 5 keer. En zo 5 keer. Qua, 5 stuks. Zo de kinetten. Het is niet normaal, hè? Nee, het is echt niet normaal. Ja. Onderschat. Ja, iedereen onderschat dat. Ik had dat ook. Goed, qua. Hoog. Yes, gooi hem echt. Yes. Echt knap hoor. Ik, holy moly. Als iemand motivatie kan geven aan jullie, dan is Thijs het wel. Die baas is echt in een hele mooie periode. Yes. Binnen een half jaar is hij 16 kilo afgevallen. Echt super knap. En kijk hem dan gaan. Echt een baas. Echt een hele grote baas. En sommige oefeningen die onderschat je heel erg. En die band is dus echt iets wat je echt heel erg onderschat. Het is zo zwaar. Niet normaal. Hey, weet je wie sowieso weten dat dat zwaar is? De boeren.
van de tractor, jongen. Hij is nog veel te fit, merk je dat? Tijd dat we wat gaan doen, jongens. Ik zit er veel te veel te kloten, vindt Pim. Qua. Naar boven toe tegen je benen zetten. Goed, omhoog. En druk hem weg. Yes. Goed. Thijs, zit er lekker bij. Ja. Kom aan en zo. Goed, omhoog. Yes. Goed. Die band is even hoog als jij bent en zo. Kom op. Yes. Goed, dat uit je benen. Tegenaan zetten, uit je armen en stoten. Goed, nog twee. Kom op, hou vol. Nog twee. Kom op. Stoot uit je benen. Yes. Omhoog. Tillen uit je armen. Yes. Doe er nog één. Het is net als iets zwaar is, zie je dat? Mak je toch? Stomme band. High five. Lekker jongens. Ik ga trainen, maatje. Godzame. Heerlijk. Kijk zitten. Kijk ons tot zitten dan. Ja. Lekker man. Goed gedaan jongens. Ik ben een lekker broodje aan het eten. We zijn weer helemaal fresh. We hebben gedoucht. We hebben ons weer even klaargemaakt, zodat we weer een beetje vertoonbaar zijn buiten. En nu heb ik Thijs een koekje gegeven. Heerlijk koekje. En daar komt de gebruiksaanwijzing bij, even jongen. Even kijken waar er allemaal in zit. Dus even kijken. Vitamine D, calcium. Ja, er zit van alles in. Staat er ook de achterkant ook nog. Staat er ook hoe je het koekje moet eten? Ja, daar staat pak het papiertje aan de zijkant linksboven in de hoek. Scheur de papier naar beneden tegenstelde richting in een hoek van 90 graden. Nou, eet smakelijk, man. Komt goed, man. ik hou het bij een normaal broodje. Hier ergens moeten we zijn. In Hilversum. Ik hoor geluid achter de deur. Wow, gast. Yo! Ik kom net om de douchen aan. Je ziet er goed uit, alles goed? Ja, dankjewel. Goed binnen. Damn! Dit is jouw stekkie. Ja, dit is al in de gang. Oh, dit is al in de gang. Oh, hij heeft slippers aan, niet uitglijden. Dat is wel leuk voor de vlog hoor, maar... Waar komen we nu terecht? Je doet een paar knopjes aan. Dit is je studio. Dit is je studio? Ja, ik was echt boven, ik woon boven. Ja. Het is een beetje donker hier. Wow, gekke hallen. Wordt het groot, man. Ja, man. Ik zal hier over de liftjes aan. Wow, nice. Hier wordt muziek geproduceerd. Ja. Wacht, ik doe even de grote studio. Dat is wel vetter. Oh, de grote. Ik dacht, hij gaat zeggen, ik doe even de tandenborstel uit, maar... Wow, gast. Dit is echt ziek groot allemaal. Damn. Even een lampje aan. Wow. Ja, man. Hier maken we echt alle... Ja, alle muziek voor radio, televisie, Junior Song Festival, dat soort shit. Hier wordt ingezongen. Nice. Ik ben gewoon een tandenborst. boeit me niks. Nice, dus hier kan je opnemen. Ja, man. Ja, dit is echt ook echt zo'n opneemset hier zo. Ja, precies. Oh, Thijs. Pak je momentje, Thijs. Pak je momentje. Ja, er is wel heel veel druk in. Kom op, Thijs. Doe jouw zang. A few moments later. Wat wil je horen? Hij kan echt zingen, hè, Joost. Even serieus, Thijs. Nee. Jawel. Wat wil je horen? Ja, wat... Je legt er nu echt heel veel druk op, hè. Wat komt het eerste in je op? Ja, niet veel. Kiki, do you love me? Oké. Ben je klaar? Ja. Kiki, do you love me? Thanks. Wel mijn autotune, anders werkt hij niet. Anders mag je niet op YouTube. Dat was toch gewoon goed. Dat was ook best goed. Ja, wat vond je, Joost? Dat komt helemaal goed. Ik kom hier nog een keer terug, denk ik. Om de rest in te zingen. Ja, dat zou ik wel doen, ja. Dit is toch niet normaal? Ik bedoel, kijk hoeveel knoppen. Dit kan toch nooit zo zijn dat hij alle knoppen gebruikt? Het is beknopt. Gaan we hoor, met de woordgrapjes. Maar jeetje, Mina. Ik durf ook niks te veranderen. Dat zou ik echt heel erg lullig vinden. Ze zijn ook allemaal hetzelfde. Dat lijkt het zo moeilijk aan. Allemaal dezelfde. Ja, oké. Er zitten wel wat kleurtjes op, maar... Ja, volgens mij is het per strook. Dus je ziet hier pan 1. Dus dan heb je deze strook en dan pan 2 die. En dan gaat het uiteindelijk door naar pan 24. Maar ik zal straks... Joost is even de tandenborstel uit zijn mik aan het halen. Ik zal straks wel even vragen aan Joost hoe hij ooit überhaupt overzicht heeft gekregen hierover. Want dat is echt niet normaal. Oké, ik had een vraagje voor je. Dit is volgens mij de meest standaard vraag die er bestaat. Maar hoe heb jij ooit overzicht kunnen krijgen op alle knopjes?
Oké, zal ik het geheim vertellen? Ja, doe het. Echt? Ja. Het serieus vertellen? Verlos ons, ja. Dit is echt een groot geheim van studiogasten. Dat je gebruikt maar twee. Nee, de hele, nou, bijna. De hele magie gaat weg. Oh. Zal ik het doen? Ja, is ik goed. Moet niet doen. Je moet het eigenlijk niet doen. Nee, voor jouw werk is het misschien niet handig om te doen. Ik zit natuurlijk bij een geheime club en hebben afgesproken dat we dat niet mogen vertellen. Kijk, ik had zo net al een beetje een soort theorie bedacht dat je een pan 1, dat is alleen voor deze lijn. En pan 2 is alleen voor die lijn. Want ja, alle kleurtjes zijn hetzelfde. Dus het kan niet zo zijn van, oh ja, ik doe de bas even wat hoger. Dat zal wel deze zijn. En dan daar even D. Je zit heel dicht in de buurt. Ik zal het je vertellen. Oké. Kijk, dit 1 gebruik je bijvoorbeeld voor de kick van een beat. En de volgende gebruik je bijvoorbeeld voor de snare van een beat. Weet je, ja. En daarna de bas. En daarna nog een hele diepere bas. En een soort van gitaarsound of een synth. Of... Zo heb je al die geluiden hier. Dat je kan mixen. Deze knoppen, daar bedien je eigenlijk het geluid mee. En deze rij is alleen maar voor 1. Dus als je deze rij kent, zijn ze allemaal hetzelfde. Ken je ze allemaal. Ah, dus je hoeft maar 1 rijtje te leren. 1 rij te leren en dan weet je alles. Ja, dat klinkt heel makkelijk, maar het is echt super moeilijk. Ja. Afmixen, dat weet ik. Het is heel makkelijk. Een vriend van mij is ook DJ, dat is echt knijtje moeilijk. Dat is echt niet normaal. Maar is er nou een bepaald project waar je aan hebt gewerkt, waar je echt het meest trots op bent? Waarvan mensen thuis ook denken van, ja, wat ken ik. Sowieso. Ik bedoel, je zei al, je doet dingetjes voor Junior Song Festival, dus dat zullen mensen wel kennen. Ja, Junior Song Festival natuurlijk. Ik heb 4 jaar nu achter elkaar de Nederlandse inzending gedaan. Dus vorig jaar zijn we 4e geworden met Force. Oké. Okay. Heel erg leuk. En die gaan nu supergoed. Het is een boyband van jonge gasten. En als je gaat kijken naar dingen inspreken, je hebt heel veel dingen ingesproken. Ja. Want Joost die heeft wel echt een stem, dat als hij zich even gaat klaarmaken, en dat doet hij echt in een mum van tijd, want dat switcht heel snel. Want ik heb bijvoorbeeld deze nieuwe kleding op knolpower.nl. Ja, dat is vet. Dankjewel. Ik ga je sowieso wat opsturen trouwens. Als bedankje voordat je zo lang het pakketje hier voor mij hebt bewaard. Want ik kom hier dus eigenlijk alleen een pakketje op te halen die ik echt een half jaar geleden had besteld. Dus dat is echt heel slecht. Dus ik ga je wat blessen met wat knolpouwkleding. Maar nu kan ik wel zeggen van, yo, nieuwe zomershirts op knolpouw.nl. Maar dat, hoe Joost dat doet, als je het wil. Tuurlijk! Dat is echt sick. Oké, let op. Joost die gaat mijn shirtjes promoten van knolpouw.nl. De nieuwe shirts van Knolpouw zijn er in verschillende kleuren, verschillende maten. En ze zijn super dope. Super fresh en speciaal voor jou gemaakt. De nieuwe shirts van Knol Power. Zoek ze op Instagram of in de shop van Enzo Knol. Knol Power. Mede mogelijk gemaakt door Enzo Knol, de enige echte. Yeah, dat was het! Super lijf, hoor. Ik bedoel, dat moet je serieus maar kunnen. Gewoon die switch en dan zo'n stem en dan boom, jongen. Ik vind het echt heel erg vet. Ik doe dat bij Comedy Central natuurlijk. Kennen mensen dat, denk je? Ja, ik denk wel dat mensen van Family Guy en South Park. Ja, South Park Weekend bij Comedy Central. Dat. Super leuk. Dat is raar, hè, om te horen. Dit hele weekend, Family Guy Weekend bij Comedy Central. Bam! Zo, zet ik deze doos bij de rest hier zo. Hup. Het is hier binnen trouwens 28 graden. Veel te warm om iets te gaan doen, maar ik heb aan jullie beloofd dat ik dit zou openmaken. De meeste mensen die iets binnenkrijgen moeten het meteen openmaken, maar ik heb dat nooit gehad. Ik kwam laatst een pakketje tegen, dat lag er al 2 maanden. Oké, laten we beginnen. Dit is leuk. Dit is echt heel erg leuk. We hebben hier 2 machines in zitten. Sneeuwmachine. Voor in de zomer. Ik vond het een geniaal idee. Dus, ik heb een sneeuwmachine vanaf nu. En daarnaast is het wel heel erg vet voor tijdens een Fortnite opname of misschien iets leuks voor de vlog, dat ik een rookmachine heb in huis. Daar moet ik wel een beetje voor oppassen. Niet dat de buren in één keer denken, er is brand bij Enzo thuis. Maar ik heb vanaf nu dus ook een rookmachine. Dan gaan we door naar de tweede doos. Juist, dit is vet. Mijn nieuwe microfoon. En wat ik hier heb, zijn van die kleurtjes die je op je microfoon kan zetten. Het is een soort filter, dat is ook wel heel erg chill. En ik vond natuurlijk de kleur rood en blauw vond ik echt heel erg tof. Wat is dit? Ik weet helemaal niet wat het is. Ik heb er 2. Ik heb echt geen flauw idee. Nou, die leg ik opzij. Misschien wordt het straks duidelijk. Ik heb echt geen idee wat het is. Hé, een koffer. Dit is een microfoon op USB. Kijk, je hebt zeg maar USB en je hebt XLR. En XLR, dat is een bepaalde verbinding met puntjes erin. Die moet je verbinden met een mixer.
En de USB die kan je gewoon meteen plug and play. Dus die kan je gewoon meteen in je computer doen en dan heb je een microfoon. Deze heb ik besteld voor Bas. Want Bas die gaat vanuit zijn huis ook een keertje meedoen met Fortnite. Dus dan heeft hij in ieder geval goede kwaliteit met deze microfoon. Een doos in een doos. Dat is altijd interessant. What? Dit is vet. Ik weet waarom ik deze heb gekregen. Gast. Holy shit. Stel voor iemand komt daar uit die lift, joh. En dan bedoel ik niet een van mijn buren. Maar stel voor een vriend van mij, hè, Thijs. Hè? Heb je zin om te komen volgende week? Ik heb er al zin in. En dan gaat die lift open. Boom, jongen. Ja, en dat is waarschijnlijk heel gevaarlijk. Dus we moeten even kijken hoe krachtig dit is. Dus de eerste keer als ik dit ga afschieten, doe ik dat gewoon eventjes in een veilige omgeving. En volgens mij is het ook niet de bedoeling dat je op mensen gaat richten. Dus dat moet ik nog even een beetje uitzoeken. Maar volgens mij is dit niet heel moeilijk of zo. Kijk, je hebt hier dit draadje. En die moet je hierin doen. Zie je dat? Ben je er klaar voor? Ben jij er klaar voor? Ja, ik denk het. Ik heb geen idee. Kijk, gast. Hiermee zet ik hem gewoon aan. 1, 2. Pling. Hij staat op groen. Groen betekent goed. Ja. Groen betekent let's go. Ja, ik ga knallen. Waarschijnlijk krijg ik heel veel spijt als ik dit heb gedaan. Maar dan gaan we. 3, 2, 1. Hij doet niks. Staat hij ergens op 7 of zo? Mooi, joh! Zo! Gast! Die was zo random. Dat was echt uit het niets in één keer, jongen. Ik kreeg een klap. Ik hoop op mijn dat borst, ik hem erop hoor. Heb staan. Jezus. Ik kreeg echt dat ding zo goed doet, gek. Holy shit. Ja, hij stond op 17. Dus ik moest een knopje omzetten hier zo. Oh, ruik je dat? Ja. Oh. Gast, dit wordt stofzuiger. Wow! Holy shit. Alles ligt eronder, jongen. Kijk hoeveel confetti. Holy shit, dit ga ik echt nog 3 maanden later terugvinden in mijn eten of zo. Oké, dit was echt heel vet. Holy shit. Nu heb ik hier nog eentje van. Dus ja, eigenlijk moet ik hier wel meer van hebben. Maar ja, het gaat vast wel goed komen. Maar het werkt dus heel erg simpel. Het is gewoon de inpluggen, aanzetten, veiligheidsknop om, schieten en bam, jongen. Je hebt echt een flinke confetti knal. Niet normaal, heel vet. Oké, dan gaan we door naar de volgende. Een doos in een doos. Het moet niet gekker worden, mensen. Een doos in een doos in een doos. Oh ja, deze is zo vet. Wat hierin zit is heel ouderwets. Maar toch ook weer heel modieus, is een beetje gek om te zeggen, maar hip. Misschien is hip een betere woordkeuze. Dit is vet hoor, mensen. Wauw. Dit is echt een plaatje hoor. Weet je hoe vet? En hier kan ik dan zo'n hele oude plaat in doen. En ik ga eventjes een plaat halen uit mijn studio. Ik neem jullie wel eventjes mee trouwens. Eventjes kijken, die ligt hier zo. Hoppakee. Dit is een plaat van Justin Bieber van Purpose. Deze heb ik ooit gekocht. Die zit nog helemaal in de verpakking zoals jullie zien. En dit is dus een plaat die ik hierop kan draaien. Echt heel erg vet. Yo, Thijs. Heel erg tof dat je er weer was. Heel erg bedankt ook even voor het filmen. Geen probleem. Het was gezellig, maat. Het was superleuk. Het was echt 6 maanden geworden. 6 maanden elkaar niet gezien. Nu zie ik je weer over 6 maanden. Nou, tot over 6 maanden, Thijs. Ja. Hey, houden mensen. Houden. Hey. Oké, we gaan door naar de volgende doos die breekbaar is. Oh, wauw. Hier zit het vloeistof in. Zo, dit is veel. Dit zijn beide 5 liter vloeistof voor, ik denk, de rookmachine en de sneeuwmachine. Oh. En hier nog een hele zware. Dit zijn allemaal langwerpige dozen. En die ga ik in elkaar zetten. En ik ga later wel vertellen wat er uitkomt. En aangezien Thijs het niet meer is, heb ik heel even een lang statief gemaakt waar ik net de camera op had gezet. Ik heb hier dus nog hele mooie KRK-boxen gekregen. Dus die ga ik later openmaken als ik bezig ga met de setup. En dat ga ik trouwens nu ook meteen doen. Dus ik neem jullie weer heel eventjes mee. Oh, ik kan het nog steeds niet geloven. Kijk, mijn keuken. Oh, nee. Oh, ik zei al dat ik er spijt van zou krijgen. En ik heb gewoon meteen spijt. Hier in de studio. Het ziet er heel erg opgeruimd uit, vind ik. Maar het kan echt nog veel strakker. Dus hier ga ik nu aan werken. En dan zullen jullie wel zien wat er allemaal gaat veranderen. Laat ik maar meteen aan de slag gaan. Jullie zien daar de 3 beeldschermen. Die staan nu allemaal nog op van die poten. Maar die gaan eraf. Yep, die poten die gaan weg. En dan krijg je dit effect.
Dus dan zweeft het als het ware een soort van in de lucht. En ze hangen dan alle drie tegen elkaar aan. Nu heb ik er nog ruimte tussen zitten, zeg maar. Dus dat wordt echt super smooth. Hier heb ik het allemaal liggen. En hier de gebruiksaanwijzing, dus dat moet vast goed komen. Dus dat is het eerste wat ik ga doen hier in mijn studio. I work hard every motherfucking day, yeah, yeah, yeah. I work hard, I work hard. Dit is echt heel erg zuur. Ik heb anderhalf uur lang gezocht, omdat ik een vermoeden had dat hij nog ergens lag. Maar ik heb hem niet kunnen vinden. Ik heb namelijk een soort van tussenstukje nodig, zodat ik deze achterop het beeldscherm kan plakken. Zo, bam. Maar dat tussenstukje, dat heb ik gekregen toen ik dit beeldscherm kocht. Maar die heb ik dus niet meer. Ik kan hem nergens vinden, niet in de schuur, niet in het hok waar ik al mijn computerspullen heb. Ik heb het gewoon niet meer. Dus die moet ik gaan bestellen op internet. En dat gaat sowieso een paar dagen duren. Dus dat is heel zonde. Ik heb hem wel in elkaar gezet. Hier is hij dan. Zo'n super lange stang. Eén beeldscherm in het midden. Eén links en één rechts. Dus ik heb hier alles klaar liggen. Dit laat ik ook zo lekker liggen. Voor als ik het item binnenkrijg dat ik het meteen ga veranderen. Maar wat we dan eventjes gaan doen. Zijn de boxen uitpakken. En ik heb hier al twee standaarden neergezet. En hier komen de boxen dus op. En dat is echt super tof, want kijk, nu staan ze eigenlijk een beetje verstopt. Hier staat er eentje. En achter dit scherm staat er eentje. En dat is zonde, want die boxen zijn zo mooi. Dus die verdienen wel echt een plekje hier bovenop zo'n mooie standaard. Wow, deze zijn echt groter dan ik had verwacht. Oh. Nu nog even deze eraf halen. Niet normaal. Oh, deze is echt heel vet. 1 hour later. Ik heb ze heel even getest en dit is niet normaal meer. Ik ga een nummertje aanzetten. Komt ie hoor, 1, 2. Get out of the way if you don't want. Dit zijn de oude. Dit zijn de nieuwe. Oh mijn god, hoorden jullie die bas doordreunen? Niet normaal. Het is echt maar goed dat ik zoveel platen heb hier op het plafond. En alle platen die je daar tegen de muur aan ziet, deze grijze platen, die zijn er allemaal voor gemaakt om het meeste gedreun die bas tegen te houden. Dus wat dat betreft ben ik echt blij dat ik al die platen al heb. Want dit is heftig. Niet alles gaat goed vandaag trouwens. Mijn snippermachine die was omgevallen. Super chill. En de beeldschermen baal ik ook nog steeds van. Maar goed, ik heb ook een nieuwe microfoon. Dus laat ik die nu als volgende gaan installeren. En het is gelukt mensen. Ik ben super blij met mijn studio. Oh jeetje mina. De microfoon dames en heren. Die staat hier. Super fresh, met deze blauwe erop voor mijn Fortnite kanaal. Oh yeah. En dan heb ik hier een lekkere pizza, dat heb ik wel verdiend vind ik. En dan heb ik dus die boxen daar staan. Hoppakee. En dan heb ik hier zo'n blauwe ledlamp, heb ik op een super vette soort van schilderij gericht. Dit is mijn hoofd, gemaakt van alle thumbnails van mijn YouTube kanaal. Echt super sick, heeft Thijs ooit een keer gemaakt, die hier vandaag was. Dus dit is mijn studio. Dit is echt heel erg live. Ik kan de lichten nog heel even uitzetten. Dan zie je het op deze manier, dan zie je het misschien ietsjes beter. Maar ik ben hier zo ontzettend blij mee. En dan nu wil ik heel eventjes de tijd nemen om een super grote shout-out te doen naar Bakshop. Ik denk dat ongeveer 3, misschien zelfs 4 jaar geleden heb ik voor de eerste keer met hun samengewerkt. En het zijn hele toffe, aardige mensen. En ze hebben me altijd geholpen om de juiste goede spullen hier te hebben om mijn werk te doen. Om YouTube te doen. Microfoon, headset, boxen. Super sick. Lichten is er ook nog bij. Dus ik wil ze heel erg bedanken. En alle spullen die ik heb gekregen van Bakshop staan in de beschrijving. Dus dan kan je precies zien wat ik allemaal heb. En daarbij hebben ze mij ook nog de mogelijkheid gegeven om jullie een beetje te helpen. Stel voor jullie zijn op zoek naar een nieuw microfoon, naar nieuwe boxen of nieuwe lichten, zoals die blauwe die ik daar heb. Ik zou zeggen, maak dan zeker weten even gebruik van de kortingscode KNOLPOWER. Makkelijker kan niet. Gewoon KNOLPOWER. Voer dat in nadat je de bestelling hebt geplaatst. En dan heb je gewoon even 5% korting. Alsjeblieft.
Geen dank. Graag gedaan. Dat was hem dan voor vandaag. Ik ga nog heel even genieten. Natuurlijk moet ik de nieuwe microfoon uittesten. Dus ik ga meteen een opname Fortnite doen. En daarna ga ik lekker slapen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan check ik jullie bazen bij een gloednieuwe vlog morgen om 4 uur. En zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol power!